En het probleem is, het probleem dat wij hebben blijkbaar in onze twee landen, is dat hoe langer hoe meer, dus dat is de reden waarom dat we herten gaan afschieten, de mensen, nu komt het, hè? Omdat hoe langer hoe meer herten in onze woongebieden komen. Daarom knallen wij die af. Moest ik in mijn tuin een hert zien, 's morgens vroeg. En zo door de gordijn, ik zo, oh, een hert. Dan zou ik heel stilletjes heel mijn gezin gaan wakker maken. En zeggen, er staat een hertje in onze tuin. En ik zou die heel stilletjes mee naar de gordijn nemen. En een klein spleetje om het niet weg te jagen. Kijk, een hertje in onze tuin. En mijn kinderen zo, wauw, je bent de meest fantastische papa ever. Omdat ik dat aan hun laat zien. En ik zou foto's nemen, posten op Facebook. En mensen zouden liken, maar met jaloezie. Omdat het niet in hun tuin is dat dat hertje staat. Maar er zijn dus werkelijk mensen die 's morgens vroeg hun gordijnen opengooien. Godverdomme! Waar is mijn geweer? Waarom? Omdat dat uw gazon kapot... Alsof dat hert dat ook doet om u te kloten. Dat hert 's morgens vroeg denkt, kom, we gaan nog eens in de nof van de Rogers. La, 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 la. Uf, 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 uf. La, 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 Azalea. La, la, la. We zijn niet te veel herten, mensen. Wij zijn samen. Bijna met 30 miljoen in mensen. En we hebben alles samen misschien een paar duizend herten. Dus wie loopt er dan in wie zijn weg eigenlijk? Eigenlijk hebben herten het recht om... af en toe wat mensen af te knallen. Dat is er alleen een thank you!